Vandaag is daar wel een hele mooie dag, want wij maken vandaag de 100ste video voor ons YouTube kanaal. En ik denk van, ja, wat moet je nou eens even verzinnen om iets leuks te laten zien aan jullie? En toen dacht ik aan, gewoon laten we het heel eenvoudig houden. Ik wil juist gewoon de werkplaats en ik wil hier gewoon mijn bedrijf. We gaan gewoon in mijn blokje, ja, in het Fries zeggen we keurien. Dus ik denk dat we dat nu moeten doen en... En dit is mijn kantoor, hè? Iedereen die kent dit wel, denk ik. Er zijn heel veel al video's gemaakt in het kantoor en dan kom je uit in de showroom. In de showroom heb je prachtig mooi uitzicht over de fabriek. Je kan hier de mensen zien lijmen, schuren. We hebben een nieuwe CNC-machine die heel veel werkzaamheden ook al voor ons doet. Hè? In de zin van ovale bladen frezen en kasten maken we erop en dat soort dingen. En, ja, nou, we kunnen wel eens even een rondje verder. Mijn vrouw die doet hier de boekhouding. De klanten die worden gebeld, zeg maar, door Jeroen, want hij doet ook de planning. En Sandra die neemt heel vaak hier de telefoon op de klanten bellen, wat ze vragen hebben, Sandra. Hè? En vanuit hieruit gaat uiteindelijk ook het product naar de klant toe. Dus, maar we kunnen wel eens even in de fabriek kijken. En als je dan nagaat dat we al video's hebben die al ruim 50.000 keer bekeken zijn, hè? Zoals... de Westra's aflevering 6 was het volgens mij toch, he, over dat zwaartafel en ja, daar ben je gewoon heel trots op. Ja, Jouke is eigenlijk een jongen die oliet alles voor ons en lakt alles voor ons. Je kan ook wel zien hoe werk dat hij heeft, he, want al die dressoirs en al die tv-kasten die heeft hij al in de olie gezet. En als je ziet ook wat voor kwaliteit dat wij maken hier, he, qua kasten en dergelijke. Dus, allemaal massief eiken. De deurtjes ook. Het is echt met een soort Tipmatic stift als het ware. En, ja, jongen, dit gaat trouwens allemaal naar de zorg toe. Het zijn allemaal massief eiken meubels. En die gaan naar, via een projectenrichter zijn deze verkocht. En dan maken wij het vaak in serie. En doen we al jaren en jaren doen wij dit. Naast de particuliere markt. Moment. Het gaat hier soms wel wat anders dan anders. Nee, dan moet je dit ook eens kijken. Hè? Dit zijn bijvoorbeeld mooie bijzettafeltjes. En deze tafeltjes zitten dan weer een bies in. En dat doen we tegenwoordig doen we dat op een CNC-machine. En als je dan ziet wat voor mooiigheid, hè? Hoe mooi het dit wordt, is onvoorstelbaar. Nou, het lijkt nu een beetje rommelig hier in de expeditie. Maar mijn iconische tafel, de Le Havre. En het gaat ook weer naar een kantoor toe. En er worden dan vaak vergadertafels en... ja, deze klant die heeft dan toevallig een stuk of 5 gekocht. Ik heb hem hier ook nog toevallig in met een rechthoekblad. Dat is ook een mooie facetrand aan, zie ik wel. Hier heb ik nog een hele mooie tafel. Nou, die moet je ook even laten zien. Kijk, dit is de kracht van Westra. Strakke pen-gatverbindingen. We maken dat op onze eigen manier. Als je dan ziet hoe mooi resultaat dat uiteindelijk wordt. Elke dag dan... loop ik wel eens een paar rondjes hier door de fabriek heen. Ik zit zelf natuurlijk heel veel op kantoor en bij de mensen thuis en projecten in meters zoals kasten en zo. Maar het leukste is altijd voor mij als eigenaar en ontwerper dat je ook je producten ziet hoe ze hier gemaakt worden hier in de fabriek. Meubelmaker Robbie, die nu aan het filmen is, die is hier druk bezig. Hij moet nu 5 ovale bladen klaarmaken voor de onderstel die daar verderop stonden. En ja, zie je het zelf maar, kwaliteit. We hebben op dit moment weer een hele mooie opdracht van Bakker van den Berg uit Burgum. En deze opdracht die moet gemaakt worden voor een winkel van hun in Buitenpost. Het wordt een heel mooi project. Kunnen we even wat meer bekijken, want hier denk ik dat hij aan het werken is. Hart zet hier alle kasten in elkaar en dit zijn dan de broodkasten, nog in ruwe vorm. Hey, hier komen dan alle legplanken komen hierin, daar is Hart wel druk mee bezig en dit wordt weer een heel mooi groot project. Dit is wat ons rommelhok, je ziet het wel, hè? Er staan stoelen, kasten, hout, het is overbevolkt hier. Hart is nu bezig om allemaal lijstwerk om die kasten heen te maken. En dan lijkt zo'n kast lijkt ietsje voller, zeg maar. En er komen straks mooie schuifdeurtjes in. En ja, dat is gewoon de corpus, hè, dus de omtrek van zo'n kast, die,
frezen we tegenwoordig op een nieuwe CNC-machine. En dat scheelt de meubelmaker weer heel wat werk natuurlijk, hè, om alles op de juiste maat. Maar ja, je ziet wel hoeveel ambachtswerk er eigenlijk overblijft. He, want dit moet allemaal op maat gemaakt worden. De deurtje, de achterwanden, er komt straks een mooie kroon op. En nou, hier zie je trouwens die broodlegplanken. Kijk, hier komen straks de broden komen hier op te liggen, zo mooi. Ja, geweldig, man. Dat is wel genieten. Nou, ik denk het beste is dus om zo'n fabriek dan te laten zien. Hoe wij dingen maken en dat soort dingen. En zie daar trouwens ook nog wel wat leuks. Daar kan ik ook nog wel wat over vertellen. Ik zei hier al dat wij de corpus, en dat is eigenlijk de omtrek, zeg maar, die frezen wij op een CNC-machine. En dat gebeurt eigenlijk allemaal met lamello's. En lamello's, dat zijn eigenlijk een soort deuveltjes, alleen in platte vorm. En je moet het daar zo zien, je hebt hier bijvoorbeeld een bodempje, deze hieronder. En dan zet je deze gaatjes in, dan kun je hem zo mooi lijmen. Ja, het past gewoon perfect. Dus, en dit scheelt ons ja, heel veel werk op een samenzien en dat soort dingen. En, ja, zo hebben we hier allemaal kasten te staan. En wij maken heel veel tafels. Heel veel tafels zelfs. En bij die tafels heb je natuurlijk een tafelblad en een tafelpoot. Nou, dit zijn onze stalen poten allemaal. En die worden allemaal op maat gemaakt. Je hebt een paar standaardmodellen, hè, zoals deze kruispoot. Deze kruispoot, wij noemen dit Cruz Leeds. En hier zie je de Le Havre's allemaal. En ja, dit is eigenlijk een beetje wat ons voorraad, of ja, hoe moet je het uitleggen, hè? Onderstellen die klaarstaan voor de klanten, zeg maar. En ja, daar hebben we een hele zolder voor gebouwd hier. Dus. Wij zijn geen professionele YouTubers natuurlijk, hè? Die honderdduizenden abonnees hebben of miljoenen, weet ik veel wat. En dat hoeft ook niet. Het is natuurlijk leuk dat je je abonneert en hè, dat je ons blijft volgen. En ja, daardoor kunnen wij, en dan hebben wij weer inspiratie om nieuwe video's te maken. Nou, we lopen nu een hal binnen waar ik het voorraad allemaal heb. Van dit hout maken we allemaal tafelbladen. Het ruwe massief eiken, zeg maar. Dat kun je in verschillende typen krijgen. He, je kan noesloos, je kan standaard, je kan rustiek eiken. En dat kun je ook allemaal op onze webwinkel invullen als je bijvoorbeeld een tafel online samenstelt. En dan een meubelmaker pakt het op en die schaaft het hout. Uiteindelijk zie je dan in zo'n pers het blad verschijnen, zeg maar. Nou ja, en dit wordt er dan morgen weer uitgehaald. En dan gaan ze dat blad waarschijnlijk schuren. En van de schuurmachine gaat het weer naar de CNC-machine. Nou, en dan, ja, dat gaat maar door hier, dat gaat maar door. Komt wat, Max? Ja. Mooi. Max is een werknemer van mij, die is al meer dan 8 jaar werkzaam bij me. En van alle markten thuis. Hij kan inmiddels ook al CNC draaien en programmeren leert hij al. En ja, op die nieuwe CNC van ons, hè, we hebben daar ook wel video's van gemaakt al. En ik denk ook wel dat we hier meer video's van gaan maken, want je kan hier met zo'n machine, ja, er is geen nee meer, zeg maar. Vroeger was ik er altijd een beetje op tegen, want ze zeggen, ja, dan gaat het hele ambacht verloren. Maar ja, ik ben nu 18 jaar voor mezelf. 18 jaar ontwerp ik al meubels, 18 jaar maken we al meubels. En het is de toekomst, zeggen ze. Als je hier staat ook als werknemer, of bijvoorbeeld als klant die de rondleiding krijgt, dan zie je hier dus al die machines. Hier zie je de meubelmakerij, waar de meubels letterlijk gemaakt worden. En ja, dat is gewoon leuk. Ik ben wat ontfilmen van de 100ste video wordt dit al. 100 video, ja. Nou ja, dat is de eerste week al mooi benutten op. Dit is de chef van mij, Jeroen. Ik kibbel altijd het meeste met hem. We hebben altijd de grootste discussies. En ja, ik wou Jeroen ook even laten zien in de 100ste video. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon een spontane video. Ik wil gewoon de mensen even meenemen door de fabriek heen. Ik heb net even met de showroom laten zien. En, Jeroen zorgt er eigenlijk voor dus dat alle meubels perfect worden afgewerkt. Hij werkt ook zelf mee met andere jongens. En Jeroen is degene die eigenlijk de schouders van het bedrijf is. Hem. Oh jongen, niet struikelen. Niet struikelen, mooi proces. Ja, ja, net struikelen hier. Struikelen is vreemd. Struikelen is gewoon Nederland. En trouwens, geef mij dat ding even twee tellen. Kijk, dit is de jongen die alle video's maakt. Dit is de jongen die dus de video's allemaal edit. En dankzij Robbie
hebben we een heel succesvol YouTube-kanaal. En ik weet niet, ja, diezelfde wil ik zeggen, maar hij is nee, niet vliegen. Zo zei hij is vliegen, maar dat is... Laat ik stil hebben om horen gehad, hè? Nou, gauw hier. Nou, voor de 100ste video, ik wou eigenlijk gewoon een hele Jip en Janneke video. Gewoon lekker relaxed, amateuristisch. Het hoeft helemaal niet professioneel. Ik vond het gewoon leuk om te doen. We hebben nu in principe al 2-3 jaar hebben video's gemaakt. En ja, ik zou zeggen, blijf naar ons kijken. En abonneer je vooral op ons YouTube-kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer en hou ons in de gaten.